Goedemorgen lieve mensen, het is Sinterklaas! En ja, ik weet het, deze video had een kerstintro terwijl het Sinterklaas is. Maar met mijn teasers en alles had ik even geen tijd om ook nog een aparte Sinterklaas intro te maken. En het is december, dus kerst mag gewoon. Ik zit hier trouwens ook gewoon lekker in mijn kerstlegging met mijn kerstman sokken. Love it. Oké, dank u wel. Doeg! Brood voor vanavond geregeld. Waarom ik trouwens nog in mijn kerstlegging rondloop. Ik wilde vanochtend mijn zwarte broek aan doen en ik ben hem kwijt. Dus ik weet gewoon echt niet waar die ligt. Dus die ga ik even verder zoeken, want ik wil me nu wel eindelijk aankleden. Gevonden. Ik had hem ergens achter in mijn kast gegooid. Waarschijnlijk omdat ik te lui was om hem op te ruimen. Make-up done. Outfit done. Ik twijfel even over de broek, want die is echt niet meer zwart. Dus... dan steekt het heel erg af. En ik heb wel een nieuwe zwarte broek, maar die zit heel strak. En net iets lager, dus zie je weer al mijn vetrolletjes. Ik heb vandaag mijn kalender nog niet gedaan. En gisteren trouwens ook niet, dus laten we die beide eventjes doen. Niks gewonnen met het feestdagspel. We hadden gisteren deze rijst met quinoa en gerst. En spelt. Hadden we gisteren gegeten en daar was nog wat van over. Dus dat ga ik nu opeten met de paprika die ik net heb gesneden. Productieve werkdag dan. Ik bedenk me alleen net dat ik nog wel dingetjes van zolder moet halen. Dingetjes, ik moet één dingetje van zolder halen voor vanavond met Sinterklaas. Wij doen namelijk altijd een spel met een dobbelsteen en die ligt nog op zolder. Sinterklaas en kerstspullen liggen in deze hoek. Ik heb hier even twee handen voor nodig. Gevonden! Oké, ik ga even samen met deze hier het brood ophalen wat ik er straks heb besteld. Verder moeten we nog even wat laatste cadeautjes en de chocolade voor mijn moeder halen. En moet ik sowieso bij de kruidvat sowieso. Is een van die cadeautjes en moet ik voor mezelf ook iets halen. En de Hema en dat was het. En ik heb een naam. Ik ben niet deze. Mijnke? Het is koud! Echt, straks toen had ik mijn andere jas aan. Ik weet niet of die warmer was. Oké, bye. Of dat het nu zo koud is geworden, maar... We hebben ons brood bij deze bakker besteld en ze hebben echt super leuke kerstversiering in de etalage staan. Cute! We hebben een brood. Ik zal straks wel even laten zien thuis wat voor brood het is. Wij hebben nog even snel lekker een oliebol gehaald. Dus die gaan we even lekker opeten. Oké, wat ik heb gekocht. Ik heb een nagellak gekocht. Het is echt een hele dieprode kleur. Dit is de Red Midnight Mystery nummer 4. En wat ik ook heel graag wilde, vond ik gewoon heel tof bij deze outfit, is een donkere
lipstift, donker dieprode lipstift. Een beetje Maxine. Ik weet niet of deze het echt is. Op internet had ik foto's gezien ervan en daar was hij echt super mooi. Maar in het echt zag hij er net iets anders uit. Dus hopelijk valt hij op mijn lippen wel gewoon net zoals hoe ik hem op het internet heb gezien. En dit is de kleur It's a Statement. Verder heb ik nog een chocoladeletter voor mijn moeder. En ik moest dus zelf een mascara hebben en ik wilde voor mijn moeder ook een mascara kopen. En het was 1 plus 1 gratis met de mascara die ik altijd heb en dat is deze. Ik kon hem eerst niet vinden, maar toen zag ik op een stand nog eentje. Dat was heel jammer. Dus nu heb ik voor mezelf de extra dark. Ik ga misschien wel proberen om terug te gaan en dan gewoon te zeggen, oh, ik heb de verkeerde, want de actie is de hele week. Dus wie weet hebben ze hem dan wel. Maar die heb ik dus ook. Ik kan in ieder geval deze voor mijn moeder vanavond inpakken. En dan zal ik het brood ook even laten zien. Het is gewoon zo'n rond brood en het is dus een zuurdesembrood. En hij is lekker net afgebakken, dus hij is nog lekker vers. En we kunnen hem ook nog heel eventjes oppiepen dat hij echt zo'n heel krokant laagje krijgt. Dus dat gaan we waarschijnlijk ook nog even doen. Oh, en verder. Ik had in mijn vorige vlog laten zien, of die daarvoor, dat mijn schoen helemaal open was gescheurd. En ze hebben hem nu... Ze hebben hem nu hier aan de zijkant weer helemaal vastgezet. En je ziet hier een heel klein beetje dat er aan de binnenkant van de stof eruit kwam. Maar het valt helemaal niet op als je het niet weet. Dus super blij mee. Nu kan ik deze schoentjes gewoon weer aan. Ik ga de cadeautjes even inpakken. En mijn zusje zit hier gezellig op mijn bed Gossip Girl te kijken. Want we hebben vandaag bekendgemaakt dat Gossip Girl 31 december van Netflix afgaat. Dus ik ga even snel alles kijken. Want ze vindt het zo leuk. Maar dan kunnen we het helaas niet meer helemaal samen kijken. We gaan lekker eten. We gaan cadeautjes zoeken en ik ben altijd degene die er het langst over nadoet. Het langst erover doet. Hebben jullie mijn cadeautjes in deze kamer verstopt? Nee. Waarom staan jullie dan allemaal hier? Waar mijn cadeautjes liggen. Oh, maar waar zijn mijn cadeautjes verstopt? In je eigen kamer. In mijn eigen kamer. Oké, doei. Waar komen jullie nou? Let's go! Ik heb alle cadeaus gevonden. Ze hadden mogelijk bij mij. Oh, dat was wel donker. Hadden ze een extra cadeau verstopt. Maar daar kwamen we op tijd achter. Dus we wisten wel dat er een extra cadeau was. Nu is Maaike aan de beurt. Moeilijk hè, Maaike? Ja! Zelfs de grote cadeaus zijn bijna niet te vinden op deze manier. Ze hadden Maaike's cadeaus in een andere kamer verstopt, dus ze was in de verkeerde kamer aan het zoeken. Dat was de clue. Tijd om de cadeautjes uit te pakken en daar hebben we dus die dobbelsteen voor. En daar staan onze namen op een kant en eentje met een vraagteken. En dan mag diegene een cadeautje pakken. Of voor diegene een cadeautje pakken. Oké, ik zal nog even mijn cadeautjes laten zien. Sorry voor de lelijke belichting hier. Dit was het beste wat ik ervan kon maken. Ik heb, even kijken... Deze kaartjes, dat zijn kaartjes en dan kan je dan iets inschrijven. En dan kan iemand het zo openkrassen en dan staat er een boodschap wat jij daar hebt geschreven. Dat is wel heel tof. Die zijn van de HEMA. En dan heb ik ook van de HEMA onze favoriete douchegum. En die hebben ze uit het assortiment gehaald. Mama had hem nog net voordat hij uit het assortiment is, dus nu is hij eruit. Dus we hebben er nu nog 2 of zo thuis en daarna is hij op. Deze ruikt zo lekker. Ik weet niet, ik kan hem niet echt omschrijven. Nee, ik weet eigenlijk niet hoe ik dat moet omschrijven, maar het is zo lekker. Maar hij is helaas weg. Dan nog iets van de HEMA is deze mok. En ik had in een van mijn vorige video's al laten zien dat ik toen een andere mok van de HEMA had gekregen. En dat is uit dezelfde lijn. Ik heb deze ook met donuts. Deze is dan met cactussen en daar staat op You are so lovely. En dan had ik er nog eentje met groene streepjes waarop staat iets met magic.
En dan heb ik nog iets van de Hema. Echt super tof. Deze flessenopener. En het is in de vorm van een palmboom. En een palmboom, dat is gewoon echt mijn ding. Ik heb ook altijd mijn kettinkje met een palmboom. Dat is gewoon, heeft gewoon een speciale betekenis voor mij. Dus die is ook super leuk. Dan had ik... Dan had ik een paraplu op Malta gekocht. Die is ondertussen echt al helemaal kapot. Dat was ook echt een paraplu van 2 euro. Toen had ik een keer mama's paraplu, mama's stormparaplu geleend. En toen had ik die op het station laten liggen. Dus ze heeft een nieuwe goede paraplu voor mij gekocht. Hij is gewoon simpel zwart. Maar altijd handig. Dan hebben we hier een foute kersttrui met Dickie Dikker op. Echt super tof. Het enige is dat hij echt super groot is. Dit is gewoon een S. En hij is echt mega. Hij is echt heel groot. En hij is sowieso valt hij heel lang. Maar met Dickie Dikker op, dat is zo leuk. En ik zei al, oh, dan kan ik die met mijn nieuwe kerstlegging en mijn kerstman sokken, kan ik die er zo onderaan doen. En dan als laatste, mijn hoofdcadeau is dit kookboek van Jamie Oliver. Ik vind het altijd makkelijk dan, ook bijvoorbeeld als ik straks op mezelf woon en ik moet gewoon werken en ik kom laat thuis. En dan gewoon een makkelijk receptje. En sowieso hou ik gewoon van koken. Dus ik vind het echt super leuk om een kookboek te hebben. En deze had ik zelf uitgezocht. Dus daar ben ik echt super blij mee. En we gaan dus binnenkort in het nieuwe restaurant eten van Jamie Oliver in Den Haag. En toen zijn we al voor de zekerheid het boek meenemen. Want dan kan hij misschien tekenen. Waarschijnlijk een kleine kans dat hij er echt is. Maar dat zou echt helemaal tof zijn. Dat waren dan alweer alle cadeaus van dit jaar. En ik denk dat het ook is voor deze Sinterklaas video. Dus echt super bedankt voor het kijken. Als je het een leuke video vond, doe dan je duimpje omhoog. Wil je meer van mijn video's zien? Abonneer dan op mijn kanaal. En tot de volgende keer.